Het is stormachtig op 12 januari. Maar Marco Jaapies is er blij mee. Want het betekent meer stroomopbrengst door zijn windmolen voor zijn bedrijf het Melkhuis en extra teruglevering aan het net. Het bedrijf bestaat uit 115 melk- en kalfkoeien en 60 stuks jonkvee. Er wordt ongeveer 1 miljoen kilo melk geleverd. De koeien staan nu binnen vanwege het natte land, maar in het voorjaar en in de zomer staan ze buiten. Jaapies heeft de duurzaam boeren uitgebreid door gebruik van het Eco 200 systeem. Dit systeem maakt het mogelijk dat ze koeien niet alleen melk leveren, maar ook de warmte voor zijn woonhuis. Bovendien zorgen de dieren voor het warme water voor de stal en van het sanitair. Marco Jaapies legt uit hoe het werkt. Bij het melken wordt de melk gekoeld. En de warmte wordt in dit vat opgeslagen. En dat gebruik je? En dat gebruiken we weer om de warmtepomp, die haalt die warmte daar weer uit. En die doet het dan in de voorraadvaten voor spoelen en verwarming voor binnen. Dus eigenlijk stook je op de warmte van melk? Ja, we gebruiken nauwelijks gas meer. Nou, hier zien we de warmtepomp aan de linkerkant. Dan hebben we de buffervat voor in huis, voor de verwarming. En dan hebben we het buffervat om de boilers te vullen voor het spoelen. En voor binnen te douchen en de wasmachine en de vaatwasser. Dus vanaf hier gaat het water naar je woonhuis, Marco. Heb je al verschil gemerkt met de gasstook? Ja, het gas is behoorlijk naar beneden. We zitten nu nog op jaarlijks iets van 115 kuub. En als ik het goed heb, was het 1200 kuub. Dus dat is behoorlijk minder. Zo. Nou, de koelmotor draait veel minder uren. De melk komt al kouder de tank in. Voorheen in de voorkoeler kwam het met 20 graden in de tank. Nu komt het met 6 graden in de tank. Het innovatieve Eco 200 systeem heeft Marco Jaapies en al vele andere melkveehouders een fikse besparing opgeleverd. Wilt u dat ook? Kijk dan eens op www.eco200.nl.